die persconferentie. Familie van schaatster Irene Schouten kijkt in een café mee naar haar wedstrijd. Op de Olympische Winterspelen doet ze mee aan de massastart. Van de week begon het al een beetje te leven in het dorp. Je zag bij de slager, bij de bakker. Prachtig. En als je daar dan komt en mensen spreken je aan, ja, dan krijgen de kriebels nog hoger gehalte. En dan is de halve finale van de massastart. Wegens rechten laten we die beelden niet zien. Ja, gewoon een degelijke race natuurlijk. Ze heeft gedaan wat ze moest doen. En ze heeft krachten gespaard voor de finale, wat belangrijk is. Want daar gaat het om, de eindsprint in de finale. En zoals je zag, het gaat heel rustig aan totdat de sprinten komen. Ja, dan moet ze er staan. Goede plek, goede benen en op het juiste moment beginnen. En dan schaatst Irene Schouten de finale van de massastart. Bijna een kans op goud, maar het wordt brons. Ja, een medaille mee naar Andijk. Ja, prachtig. En wat Irene al zei, ze heeft alles uit de kast gehaald om proberen te winnen. En het plan ging niet zoals het had moeten gaan. Maar ja, dat is sport. Je moet kunnen aanpassen op zo'n wedstrijd. En uiteindelijk ze heeft het best gedaan en we gaan met een bronsmedaille naar huis.